erbij, hè? Dat is heel belangrijk. Je kwam al aanrennen voordat Vincent weggesprongen was. Niet doen. Ja, dat snap ik, maar ik moet wel zeggen. En die salto hoef ik niet te hebben, hoor. Spring maar gewoon over Lucien heen. Ik heb liever daarna dat jullie die zwanen, dat jullie die echt inspringen. Dat kan langer. Dat maaien naar voren, als je hier eenmaal bent, dat maait langer. Oh, doe jij dat? Dat moet zij aangeven. Dat duurt net iets langer. Dus je bent voor en je maait je door het leven heen. Geef jezelf beelden. Dan wordt het lichter. Als iemand gaat, ga je mee. Het is toch een beetje een overlevingstocht. Ik werd aangenomen op de moderne dansopleiding als diebouwvakker. Ik ben echt gewoon niet het type van een danseres. Ik ben heel erg geaard, ik ga heel erg naar beneden, ik ben lelijk. Ik heb op een gegeven moment gedanst. En toen uiteindelijk vond ik dat heel erg moeilijk, omdat het alleen maar in mijn gevoel over pasjes ging. En daar ben ik wel zo wanhopig geworden dat ik... op een gegeven moment echt willens en wetens door mijn knie geknald ben. En mijn kruisband heb naar God geholpen. En toen dacht ik ook, ja, nu ben ik gewoon klaar, nu hou ik ermee op. Zo extreem hoog op dat ik het gevoel heb dat ik van binnen verbrand. In eerste instantie dan omarm ik het, omdat het zo heerlijk warm is. Maar langzaamaan wordt die omarming wordt een houtgreep en heb ik het gevoel dat ik nergens meer naartoe kan. En ik probeer weg te duiken en het overspoeld ben. En heb ik het gevoel dat ik de controle helemaal kwijt ben. Ik heb Aya in 1990 opgericht omdat ik emotioneel danstheater wilde maken. Wat mensen beroert en ontroert en een soort van heftigheid en passie heeft. Dus ik wil ook, als ik zelf in een zaal zit en ik kijk naar een dansvoorstelling, dan wil ik niet intellectueel bevredigd worden, maar dan wil ik iets meemaken, iets voelen, iets heftigs, iets gepassioneerds. Toen ontdekte ik dat ik veel beter voor jongeren kan maken, omdat die nog wel ontroerd willen worden. Ik kan heel goed werken met dansers met een ander temperament, vaak met een andere kleur. Dat is veel emotioneler, die kunnen veel eerder bij hun bron. Die verheffen het intellect niet zo. Daar voel ik me veel meer bij thuis. Dus ik ben een hele grote zwarte negerin van binnen, volgens mij. Je snapt toch hopelijk wel dat er een autoriteitsverschil is. Kijk, precies. Tussen mij en jou en tussen een leraar en jou. Hoezo? Wat is het verschil tussen mij en jou? Behalve dat jij een kut hebt en ik een pik.
Ja, maar dat slaat toch nergens op? Wat is het verschil? Kijk, ik hou heel veel van je. Je bent mijn moeder en je hebt mijn gebaar. Maar wat is het verschil? We hebben alle twee hersens, alle twee ogen. Wat is het autoriteitsverschil? Waarom zou jij dingen meer mogen dan ik? Nou, geef eens antwoord. Dat betekent niet dat ik dingen meer mag dan jij. Ja, autoriteit. Dus je hebt autoriteit om te doen tot. Misschien heb ik 40 jaar langer geleefd. Oké, en dat vind jij een reden dat... Misschien ben ik je moeder? Je vindt dat dat niet kan, omdat het respectloos is. Wat ingewikkelde gesprekken zijn dit! Oh. Vind je het respectloos? Mag ik vind je het enorm om het allemaal tegen mij te zeggen? Nee, het is een vraag. Het is een vraag. Maar jij bent het met mij eens? Nee, ik ben het niet per definitie met je eens. Ik vind het helemaal niet per erg. Per definitie niet, wat ik zeg. Oh, dat kun je ook doen. Wat je wilt. Jij hebt als dochter eigenlijk nooit afgezet tegen je vader, hè? Misschien omdat hij daar niet was. Oh, dat was het misschien wel. Dus je weet helemaal niet hoe het was om een dochter van een vader te zijn. Nee, maar mijn moeder had natuurlijk ook een probleem. Ik bedoel, dat deed je niet al te lullig. Dat was gewoon hartstikke verdrietig. En hartstikke alleen. Ik moest heel veel dingen doen. Dus ik loste mijn eigen zaakjes op. Ja, maar goed. Dat is een ballon die zijn en ik denk dat wel groot verschil. Ik was verschrikkelijk ambitieus. Dus, nog een keer, liefde gooien, je blijft staan, niet aan je haar, niet half omdraaien. Dat zie je echt heel goed, hè? Doodstil staan. Oké, en dan komen jullie hierin te staan, dan doen we buigen en terug. En buigen en terug. De dansers een stap naar voren, buig. De dansers achter de jongeren, nou, dat is leuk bedacht. Buig, jongeren, dansers er weer bij. Nog een keer met z'n allen. Af. Rennen. Go away. Er klapt nog iemand. Terug. Direct terug. Is er iemand die de techniek bedankt? Ja. Het is vandaag première, dus er moeten allerlei mensen op het toneel. Wat zijn er over de man? Dansenwereld is keihard. Zeker voor een danser. Er zijn er veel. Er zijn er veel goed. Je moet jezelf kunnen onderscheiden en dan mag je hopen dat je werk krijgt. Als choreograaf is het natuurlijk eigenlijk makkelijker. Maar ja, je moet wel er tegen kunnen dat iedereen je dan totaal afkraakt. Dat is wel wat ik verschrikkelijk vind aan dit werk. Dat je gewoon altijd afgebrand kan worden. Nice, dat is mooi. Goed, hè? Ja, heel goed. Mitch, kom je aan? Kom je zo? Jip. Yep. Zo, een beetje gillen maar, doe maar. Wah! Wah!
Ik sluit af als voorzitter van Danstheater AYA dat jaarlijks zo'n 25.000 tot 28.000 jongeren bereikt en internationaal ook zeer succesvol is. Choreograaf Wies Bloemen heeft als handelsmerk van Danstheater AYA een unieke eigen danstaal ontwikkeld die ook buiten de landsgrenzen niet onopgemerkt is gebleven. Ze grijpt jongeren bij de kladden, schudt ze door elkaar en laat ze nadenken. Wies Bloemen heeft haar leven in dienst gesteld van de dans en is choreografe tot in elke vezel van haar lichaam. Uw college van gedeputeerde staten en u als leden van provinciale staten hebben zich echter in het coalitieakkoord verbonden tot het schrappen van de subsidie aan het jeugdtheater uit uw provincie. Dit besluit was ingeslagen als een bom. Ik vond het allemaal eng, moeilijk. Alsof je inderdaad alles wat je gebouwd hebt, alsof dat gewoon, dat loopt gewoon als zand door je vingers. Alsof het niks is. Als de subsidie niet komt, is het weg. Waar moet ik met die spullen naartoe? Weet je wel, al die decors, dat hele archief van mij. Ik bedoel, dat is het lullige van een choreograaf. Mijn werk bestaat niet meer. Dat bestaat op het moment dat die dansers dansen. And if you want to put the whole heart in, you always get hurt. It's true, hè? Jacoda. Zullen we even kijken naar die kostuums? Working. Ah. Oh, what? Horrible. Ah. Oké, ja. Zeg, nee, waarom past het? Nee, ja, nee, dit is het niet. Nee, dit ja, is niet mooi. Nee, maar vooral dit is niet. Oké. Okay. Another one. Ordinair. Nee, het moet niet ordinair. Het moet een beetje chic zijn. Beetje chic, maar wel sexy. Ja, maar chic sexy. En dit is niet echt sexy, hè? Nee. Dit is meer een schortje. Want die zwarte is inderdaad te kinky gewoon. Deze is eigenlijk niet... Eigenlijk veel te degelijk, ja. Ja. Do you have lipstift? Wie is die mevrouw? Ja, 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 ja. Goed, hè? Goede lippenstift gewoon. Het is gewoon goede lippenstift. Can you do the dance a little bit on the music? Is het serieus? Het is een soort dorpje aan het IJsselmeer. Ja, is ja. Het ook. Ja, het is een heel lied gaar. Over, hè? Oké, wie wil die tomaat nog? Mijn broertje is trouwens naar Londen, hè? Nu. Jij? Ties, jij nog? Nee, ik heb al even Nick, wil jij nog één? Ja, lekker.
Maar vandaag heb ik wel de scène gemaakt, ik heb geen zin. Nog een keer en hij is niet goed. Ik krijg nu voor elkaar. Hoezo niet? Oh, over dat... Ik heb buikpijn, ik heb hoofdpijn, ik voel me niet lekker. Dat was toch de scène waar ik bij was? Ja, hij is gewoon niet goed. Nou, dat is... Oké, jij maakt de voorstelling. Nee, jij komt dan binnen, dan wil jij dat gelijk... Dan geef een commentaar, ja. Oh, daar! Dan kijkt iedereen alsof... Wie is dat meisje? Binnenkort komt het gesprek over. Maar wat vinden jullie dan hiervan? Want ik heb deze scène gemaakt, maar wat is jullie gevoel daar dan bij? Ja, en als je er dat dan zelf bij zit en voor je een tip te geven, dan is ik maak de voorstelling en niet jij. Overmorgen is de première, jullie komen allemaal toch wel, hè? Nou, veel eerder toch? Toch eerder? Je wordt toch ook al in de studio uitgenodigd? Heb je iets te doen vandaag? Oh, nou, ik ga repeteren. Heb je zo'n langs gekomen? Zou je dat rustig aan het chillen en bloed heeft? Even knop vliegen. Hup. Ja. Is je trouwens dat je vet vroeg in de overgang kan raken? Ja, je bent nu al in de overgang, Nicky. Op dit moment in mijn leven wordt er aan alle kanten heel veel gevraagd. En van het werk. En dat werk zit natuurlijk onder druk door al die subsidies die misschien wel niet doorgaan. En als moeder, pubers opvoeden is moeilijk. En die gaan op de scheuren zitten de hele tijd. Dus alles wat je net niet kan, gaan ze dan vooral doen. En je moet loslaten en vertrouwen. Nou, dat zijn allemaal dingen, daar ben ik slecht in getraind. Want ik zorg dat het goed komt. En dat kan ik bij hun helemaal niet doen. Nou, dan is mijn moeder in de war en aan het aftakelen en aan het dementeren. Dus die is alleen en eenzaam. Dus die, daar ben je ook mee bezig. En dan ben ik zelf in de overgang en daar heb ik ook mijn handen vol aan. Dus het is aan alle kanten, wordt er heel veel gevraagd. Ik heb wel het idee dat er een heel hard galopperend paard gaat. En dat ik moet zorgen dat ik erop blijf zitten. Kunnen tranen meine Wangen niet te alles in mijn beleving veroverd. Er is niks wat vanzelf is gekomen. En dat, op zich is dat wel fijn, want dan heb je een soort van... Wat zei ik nou laatst? Wat ik nu heb, is een huis. Een heel eigen danstheater en zo. En ik heb wel het gevoel dat ik dat steen voor steen opgebouwd heb. En dus ik heb eigenlijk altijd gemaakt. En toen... ik klaar was met die opleiding, heb ik gedanst bij verschillende gezelschappen. Heel erg de theaterdansrichting. En na een paar jaar begon ik me zo verschrikkelijk te erg aan die andere choreografen. Dus ik vond dat die echt heel dom deden. En allemaal details die niet nodig waren. Dat ik op een gegeven moment dacht, ik moet het gewoon zelf gaan doen. Want er is niemand. Ik vind dansen niet leuk genoeg om me daar niet heel hard aan te ergeren. Maar toen ben ik gaan maken. Thank you.
denk dat een dieptepunt wel was voordat ik Bronstijd maakte. Dus ik had een aantal jaren zelf gemaakt, gewoon in het volwassenencircuit. En dat ik het echt gevoel had dat ik nergens doorheen kwam en dat de manier van wat voor stuk ik wilde maken, dat ook totaal niet in was. En veel te gepassioneerd en veel te heftig allemaal voor de Nederlandse danswereld. Bronstijd maakte, was dat dan zogenaamd mijn laatste stuk. Dacht ik, nou, ik maak nog één stuk. En toen ontdekte ik daardoor die jongerenmarkt. En toen ging eigenlijk een deur open en toen is het wel gaan rollen. Toen kon ik verder en had ik iets gevonden waar mijn manier van maken en mijn manier van denken op paste. Naar Kopenhagen met een vliegtijd vandaag van 55 minuten.